Hij heeft ook wel eens een paracetamol ingenomen, maar dat je een beetje sceptisch was over of het wel zou gaan werken of niet. Maar dat je dan toch deed, omdat je dacht van ja, wat voor kwaad kan het nou? Ja, heeft hier helemaal niks mee te maken. Welkom bij de Trijders. Ik weet ook niet wat we nou weer bezielen. En wat is het nou voor stom knaakbeen? Nou, dit is een viertak SM lul. Ik zat op te kijken en de accu zit helemaal niet daar, die zit hier. Nou, probleem gevonden. Dat is toch niet hoe een accu hoort te zitten? Die hoort vastgedraaid te zitten, wat de fuck. We gaan zo een stukje ragen. Maar voordat we hiermee gaan ragen, moet ik eerst wat kapjes op de goede plek terugforceren. Met als hulpmiddel een schroevendraaier. Dat is verrassend moeilijk. Twee schroevendraaiers erbij. Tadaa! Oh ja, deze. Als je het symmetrisch genoeg doet, dan is het styling in plaats van reparatie. Hallo. Let's go. Zo, had hij hem net. Dat zijn normale scootergeluiden hoor. Als jouw scooter dat doet, dan betekent het dat hij het werkt. Hoi. En ik rij best wel gevaarlijk hard. Oeh, jezus. Ik voel het voorwiel wegglijden op allemaal momenten. Wat hebben ze hier veel vuilnisbakken zeg. Jezus Christus. Alsof ze hier overlast hebben of zo. Een viertak krachtscooter is toch wat rustgevender dan een tweetak krachtscooter. Dat moet ik wel zeggen. Drift. Oeh, jezus. Ik deed dat legit drift. Beste lol die je kunt hebben voor partietjes, jongen. Oeh, drift. Hey, nog iemand met een scooter, dat is leuk. Ik ga deze kant op voordat er iemand komt die gaat klagen. Oeh. Ik ben bijna vol op mijn bek. Hey, een visser. Ik zal wel niet zijn dag verpesten. Goedemorgen. Hij keek niet. Jammer. Een steen. Vond ik best een goede drift. Nice. Oh, burn-outje. Oei. Dat was een spiegeltje. Die raakte de ding aan. Ha, een hobbel. Ah. Oh, hij valt weer uit. Joepie. Oh, dit is best wel modderig. Ik weet ook niet wat ze hier van plan zijn, maar dit is een... Als ik nu allemaal natuurdingen sloop, wat heel sentimenteel is voor een dier of zo. Excuses, maar ik heb geen verstand van wat ik doe. Oh, ho. Excuses plantjes, maar jullie zitten mee in de bergen. Vol gas! Dikke viertak power, 3 pk of zo. 2,8 kan ook wel. Dat bandje is binnen no time op, jongen.
Dikke tunnelref, jongen. Is hier nog wat bijzonders te beleven. Ik kan daar rechtdoor zo over die stenen heen klappen en die rivier in. Yeah! En dan moet men in die bubble. Maar Marum, waarom zeg ik Marum? Marum is ook een plaats, wist je dat? Dat is wel een leuk plekje. Dat is ook wel. Ik weet, hier hadden we ooit een bob vanaf gegooid. Het was inmiddels alweer 3 jaar geleden of zo, of misschien 2, weet ik. Ik ga gewoon hierheen, fuck it. Burnoutje! Kijken wat er hier gaat gebeuren. Misschien de. Dit is grappig. Er staat hier nergens dat het een of ander vaag natuurgebied is. Maar dat is het wel. Drap. Ja, en nou? Ah, nou, kijk nou. Dit zijn echte Italiaanse schoentjes, jongen. Tenminste, scapino. Ah nee. Dit is echt de meest stomme manier ooit om scooter te rijden. Dat was helemaal niet mijn bedoeling om weer om te keren. Die kant op dan maar. Niet dus. Scooter bestuurt mij nu op het moment. Godzal. Hey, een esje. Oeh, met één handje aan het stuur terwijl je wegglibbert. Niet het beste plan ooit. Oh, dit gaat ook een zieke jump worden, jongen. Yeah. Dat was zeg maar de meeste anticlimax van 2019. Even kijken. Het is wel een leuk ding om mee te rijden. Hij is ook helemaal niet langzaam. 50, 60. Ik weet niet precies hoe snel die gaat. Maar 60 is wel minimum, toch? Hallo hond. Oh, wat een power! Yeah! Er gebeurt niet zoveel! Ik moet nog niet zeggen dat die sloom is of zo. Want 65, misschien 70. Ik hoor van alles tikken en zo. Okay, nou ga ik in dit bochtje wat langzaam doen, want er zit misschien nog allemaal stront en aids aan mijn achterban. Dus als dat wel het geval is, dan gaat zeg maar zo die achterwand en dan kom ik een stabiele zijligging voorbij. Komt niks aan. Paal.